Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Zometeen hebben we het over de nieuwe hulplijn in Leiden-Dorp voor vragen over de decentralisaties. Maar eerst gaan we het hebben over Cultuurfonds Leiden. Fonds 1818 die heeft namelijk de bijdrage van 2 ton, die ze jaarlijks aan het Cultuurfonds gaven, teruggetrokken. Volgend jaar nog 1 ton, daarna is het helemaal afgelopen. En is het nu ook afgelopen met het Cultuurfonds? En die vraag ga ik stellen aan Michael Rauwme, cultuurmakelaar hier in Leiden. Michael, dank voor de uitnodiging. Welkom in de uitzending. Ja. Laten we allereerst beginnen met het Cultuurfonds. Want wat doen jullie precies in en voor de stad? Wij zijn een uniek fonds in Nederland. Vind ik altijd leuk om mee te beginnen. Wij zijn geen traditioneel subsidieloket, zoals je dat kent. Dus wij investeren heel kort door de bocht. Investeren wij niet in losse feestjes. Wij zijn opgericht door de gemeente en door Fonds 1818... om de cultuursector, de Leidse cultuursector, op lange termijn sterker te maken. Ja. Ondernemender en minder afhankelijk van traditionele subsidie. En dat doen we niet alleen door in die cultuursector zelf te investeren in samenwerking en ondernemerschap, maar vooral door cultuur te verbinden aan andere sectoren. Dus we werken samen met de binnenstadswinkeliers, met grote bedrijven als Heijmans, maar ook met zorginstellingen, sportinstellingen, kennisinstellingen, de universiteit bijvoorbeeld. Mag ik dit even vrij vertalen? Ja, eigenlijk zeg je dat het traditionele loket waar je subsidies kon aanvragen, dat zijn jullie dus niet. Nee. Dus de subsidieslurpende, zoals we dat wel eens noemen, culturele instellingen. Hè? Eigenlijk zijn jullie bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet meer alleen afhankelijk zijn van subsidies. Juist. Maar jullie zorgen ervoor dat er een verbinding wordt gemaakt met andere sectoren, waardoor een groep dat subsidie nodig heeft, uiteindelijk steeds minder afhankelijk wordt van de subsidie die van de gemeente komt. Dat klopt exact. Het heeft 2 grote voordelen. Allereerst op korte termijn door die samenwerking organiseren we heel veel cofinanciering. Dus omdat die cultuur samenwerkt met al die sectoren, die hebben er ook wat geld voor over. Dus je doet als cultuursector niet meer alleen zaken met het subsidieloket van de overheid, maar met heel veel andere partijen ook. Maar op lange termijn vergroot het ook het draagvlak voor cultuur. En dat zie je in Leiden heel erg. In Leiden is er toch wel het gevoel ontstaan de afgelopen 5 jaar dat cultuursector een sector is waar je zaken mee kan doen, die creatief met je meedenkt en niet zoals in heel veel andere steden. Ja, dat is een linkse hobby of een rupsje nooit genoeg. Mm-hmm. Nee, de cultuursector, daar doen we zaken mee, is belangrijk voor maatschappelijke en sociale doeleinden, maar ook economisch van belang. En dat doe je dus door in al die samenwerkingen te laten zien wat eigenlijk de waarde is van kunst en cultuur. En het woord daarvoor is cultuurondernemerschap. Dus zo staat cultureel ondernemerschap is inderdaad een van de woorden. Je kan ook zeggen co-creatie is een heel hip woord. Dus dat je bijvoorbeeld in Heijmans, met Heijmans werken we samen in Leiden-Noord. Daar organiseren we een cultuurprogramma. Nou, Heijmans profiteert daarvan omdat er een bepaalde dynamiek en publiciteit rondom hun project ontstaat. En de cultuur profiteert ervan omdat we extra geld krijgen om mooie dingen te organiseren uit het bedrijfsleven. Nou, dat heet dan met het duur woord co-creatie, omdat je samen bezig bent met zo'n project. En dat werkt, dat zie je in het feit dat heel veel andere steden nu eigenlijk jaloers naar Leiden kijken en zeggen, hey, wij willen ook zo'n cultuurfonds. Dus ik reis me helemaal rot door heel Nederland om te vertellen hoe wij dit doen hier. Nog één keer daarop, want in principe is het zo dat als jij in Leiden iets leuks wilt doen, dus neem het Leids Filmfestival die net achter de rug is, of Summer Jazz of Noorderliefde in Leiden-Noord dat je noemt. Dan zeggen jullie eigenlijk van, nou, wij gaan niet alleen die subsidie geven, maar je gaat ook iemand erbij zoeken die dat meefinanciert. Ja, wij gaan, als je alleen een subsidie wil om een leuk project te organiseren, dan hoef je bij ons niet aan te kloppen. Er zijn natuurlijk wel cultuurfondsen, zoals 1818. Er is een subsidieloket van de gemeente waar je wel gewoon een aanvraag kan doen voor een project. Dat doen wij niet. Wij zeggen nee. Heb je nou een idee of wil je met ons meedenken over een manier waarop we jouw project kunnen gebruiken om die cultuursector sterker te maken op termijn? Bijvoorbeeld door te betrekken van andere sectoren of door te investeren in ondernemerschap of samenwerking met andere festivals, zoals we met de Cultuurweken doen. En dan zijn wij jullie man, dan gaan we meedenken, dan gaan we ook eventueel een bijdrage doen. Maar anders niet. Nou zien jullie zelf ook afhankelijk van bijdragen. Ja, absoluut. Eén daarvan is, en wordt was, het fonds 1818. Ja. 2 ton is een hoop geld. Dat is een hoop geld. Dat is inmiddels ook niet meer 2 ton. Dat hebben we in 2012 ook gecommuniceerd, besloten om wat af te bouwen. Zij hebben eigenlijk, dat is een privaat fonds uit Den Haag.
En zij zijn zelf ook een fonds dat in cultuur investeert. En zij hebben in 2009 gezegd van, hey, dat idee van dat cultuurfonds Leiden, hè, dus echt gericht op de versterking van de cultuursector, niet op losse projecten, dat vinden we zo interessant en innovatief. Daar willen we wel aan meebetalen, gemeente Leiden. Dus als jullie de durf hebben om dat te doen, dan stappen wij ook in. Ja. Aanvankelijk voor 3 jaar. Toen na 3 jaar zeiden ze, nou nog een jaartje, daarna nog 3 jaar. Dus ze zijn eigenlijk al 7 jaar gebleven, maar ze hebben altijd vanaf het begin gezegd, het is cultuurfonds Leiden, niet cultuurfonds 1818. Wij zijn zelf ook een fonds, dus het is niet onze core business, om het zo maar te zeggen, om in andere cultuurfondsen te investeren. Uiteindelijk gaan we daar niet structureel tot in de eeuwigheid in blijven. Dat moment komt helaas in 2016. Ja. Maar even nuance, het betekent niet dat ze eruit stappen of de stekker eruit trekken of iets dergelijks. Ze blijven wel heel erg openstaan voor samenwerking, dus ik ga de komende maanden met ze in gesprek. We hebben dus een aantal van die projecten die we opzetten en zij willen heel graag in gesprek om te kijken welke projecten voor hun ook interessant zijn om wel op projectniveau betrokken te blijven. Nou werd deze week in de Leidse gemeenteraad de begroting behandeld. Ja. Er werden 2 moties ingediend de strekking hadden, red het cultuurfonds. Ja, dat vond ik ook wel een verkeerde strekking, aangezien we in die zin de paniek is bij ons totaal niet ingeslagen. Dus we waren een beetje de politieke speelbal van de week. Aan de andere kant waarderen we die aandacht uit de politiek natuurlijk wel. Want het heeft wel een aantal negatieve consequenties. Dat structureel budget eigenlijk de helft minder wordt. We houden natuurlijk al die cofinanciering nog wel die we zelf organiseren. Maar hoe minder budget je aan het begin van het jaar hebt om mee te ondernemen als cultuurmakelaar, want zo heet mijn functie officieel. Hoe minder ik in staat ben als cultuurmakelaar om ook cofinanciering te organiseren. En daarbij hebben we gewoon minder geld om aanvragen te beoordelen. Zo simpel is het. Maar de stekker gaat er niet uit? Nee, wat mij betreft niet. Nee. Het gaat nu heel erg goed. Nogmaals, we zitten nu denk ik wel een beetje op het hoogtepunt. Mijn voorgangster heeft heel erg goed werk verricht in de cultuursector zelf. En ik mag nu als het ware alles inkoppen door al die samenwerkingen op te zetten. Nee, maar in een van die moties stond, nou, die had ongeveer de strekking. Laten we in ieder geval ervoor zorgen dat de cultuurmakelaar, dat ben jij dus, ja. dat hij zijn baan kan behouden. Het gaat niet om mijn baan per se, niet de baan van Michael, maar de functie van cultuurmakelaar. Nogmaals, dat is iets waar veel steden jaloers op zijn. Want die cultuurmakelaar is een soort vooruitgeschoven pion. En die kan zaken doen met het bedrijfsleven, met dingen. En die zorgt dus dat die cultuursector zich breder opstelt in zo'n stad. En ja, dat is een heel mooie functie om te hebben als stad. Dat snap ik wel. En dat de politiek zegt van nou, we maken ons zorgen, misschien valt dat weg. Daar zijn ze nu druk over aan nadenken hoe ze dat kunnen doen. Maar er zijn van allerlei oplossingen denkbaar. En jullie moeten nu eigenlijk nog meer gaan doen, wat jullie andere partijen ook vragen. Dat is met cofinanciers. Ja. Zorgen dat je budget opbouwt. Nou, ja, 2 dingen. Dat blijven wij doen als cultuurfonds. Zolang dat fonds gewoon bestaat, en dat is een politieke keuze, denk ik. Want cultuurfonds Leiden, nogmaals, nu de enige hoofdfinancier tijdelijk is dan cultuurfonds. Gemeente Leiden. Los van al die samenwerking die we hebben. Dus we hebben veel meer geld in een potje, maar dat komt dan pas binnen als we echt gaan ondernemen. Dus ik kan me voorstellen dat de gemeente er wel goed aan doet om te zoeken naar een andere structurele partner. En dat is iets, kijk, ik ben voor die cultuursector bezig. Ik ben bezig om financiering voor de cultuursector te regelen. Ik denk dat de gemeente er goed aan doet om te kijken of zij nog financiering kunnen regelen voor dat cultuurfonds. Ja. Maar goed, als dat niet zo is, dan kan je besluiten van nee, maar dan houden we toch die cultuurmakelaar. En dan is hij in staat om met een aantal potjes van 1818, met potjes van Heijmans, de winkeliersverenigingen, het ondernemersfonds, al die samenwerkingspartners die we hebben, alsnog tot mooie producten te komen. Ja, want laten we nog eventjes nog een paar initiatieven van jullie benoemen. Mm-hmm. Dat is onder andere het Verrassend Winkelweekend, doen jullie? Wat doen jullie nog meer? Bijvoorbeeld dat cultuurprogramma in Leiden-Noord. Noorderliefde is een voorbeeld ervan, een van de dingen die we daar doen. ZZ Leiden, de basketbalvereniging, daar hebben we een samenwerking mee. 8 van de thuiswedstrijden programmeren wij op de Middenstip een mooi cultuurprogramma. We hebben samengewerkt met de ondernemersvereniging in de Stevenshof. We hebben samengewerkt met de ondernemersvereniging Business Platform Schipholweg. Dat mooie beeld wat daar neer is gezet. Even kijken, andere. We hebben met Libertas Leiden, een zorginstelling, en een theatergroep samengewerkt. Nu met Heijmans en PS Theater gaan we een mooi project doen in Leiden-Noord. Dat is een kleine scoop. Ja. Ze zitten hier dinsdag. Ja, exact. Eigenlijk te veel om op te noemen. Er zijn vast nog een aantal Gaat er nog van kunst en kennis. Gaan er dingen verdwijnen? Wat mij betreft niet. Nee, wat mij betreft niet. Ik ga wel de komende maanden met 1818 in gesprek. Want hoe meer projecten 1818 zegt van, hey, daar willen wij bij betrokken blijven. Hoe minder van ons vrije budget wij we daar als cultuurfonds in hoeven. Ja, dat klinkt misschien een beetje technisch, maar zo simpel werkt dat. En wat is het eerste project waar we ons op kunnen gaan verheugen? Voorlopig. Ja. Verrassend Winkelweekend gewoon.
Ja, en daar zijn we heel erg leuke gesprekken over aan het voeren nu met de winkeliersverenigingen. We zijn aan het kijken of we de verrassende winkelweekenden, want dat zijn we nu 2 jaar aan het doen. Voor een deel gaat het heel goed, voor een deel vinden wij dat het beter kan. De winkeliers en de cultuur. Dus we gaan nu kijken of we het wat kunnen doorontwikkelen. Dus dat is heel erg spannend. En verder begin 2015 waarschijnlijk een hele mooie samenwerking met PS Theater en Heijmans in Leiden-Noord. Gaaf. Dankjewel dat je hier was. En bedankt voor de opheldering. Uiteraard. Michael Rauwen. Oké. Er bestaat nog veel onzekerheid over de gevolgen van de decentralisaties op zorg, jeugdzorg en op werk en inkomen. Om hier iets aan te doen heeft de PvdA Leiden Dorp een hulplijn geopend. En hierover spreek ik met Jan Rijken van de Partij van de Arbeid en Leiden Dorp uiteraard. Klopt. Jan, welkom. Hulplijn. Kregen jullie zoveel vragen over de decentralisaties? We hebben de afgelopen jaren al regelmatig vragen over de decentralisaties gekregen. En nu vooral nog heel veel dingen onduidelijk zijn, merk je dat er een cumulatie is. Dat er mensen ook uit je eigen omgeving vragen, wat gebeurt hier nou allemaal? Wat krijgen wij ermee te maken? En is er wel heel duidelijk dat ik nog bijvoorbeeld een bijjonguitkering kan gaan krijgen? Of hoe gaat het met de thuiszorg? Dat soort vragen krijgen we al regelmatig. Hoe komt het eigenlijk dat mensen dat nog niet weten? Want op 1 januari 2015 gaat het echt gebeuren. Het is al een paar keer uitgesteld, maar die decentralisaties die staan nu echt voor de deur. Hoe komt het dat nog niet iedereen weet wat hen te wachten staat? Nou, over de decentralisaties wordt al heel veel geschreven. Maar naar mijn gevoel alleen maar in brokstukjes. Maar op het eigen terrein van de mensen die daar iets over willen en kunnen zeggen. Maar een samenhangend geheel, zoals bijvoorbeeld een communicatieplan van de gemeente, is er nog niet. Waaruit duidelijk komt van, nou, die mensen worden geïnformeerd op dit terrein. Die krijgen nu zorg. Maar uiteindelijk weten ze dat nog niet, horen ze misschien pas na 1 januari, omdat heel veel dingen nog onduidelijk zijn, wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, want u bent van het ombudsteam Leiden-Dorp. Ja. Dan kan de Leiden-Dorp de telefoon opbellen, bij u gaat de bel. En met welke vragen komt u dan bij u terecht? Als u even concrete voorbeelden... Nou, concrete voorbeelden zijn dus vragen over de thuiszorg, ik noemde het zo net al. Die thuiszorg, mensen maken zich er zorgen om dat ze geen thuiszorg meer krijgen of het helemaal zelf moeten gaan betalen. En wij kunnen daar nu nog niet direct concrete antwoorden op geven, maar we kunnen wel aangeven van we zullen het in de gaten houden. Wat zijn uw vragen, wat is uw probleem? Kunnen we daar iets, als we daar in de toekomst iets mee kunnen doen, dan doen we dat ook. Want we willen niet dat iemand dan ook maar tussen wal en schip raakt bij de informatie of bij de informatieverstrekking naar de mensen toe. Maar zijn er mensen die bellen, zijn die in paniek? Hebben die zoiets van, nou, ik heb nu thuiszorg of ik heb nu een uitkering? Mijn kind zit bij jeugdzorg en ik maak me echt heel erg zorgen wat er op 1 januari gaat gebeuren. Ze maken zich zorgen, maar ze zijn nog niet echt in paniek. Oké, dat gelukkig dan maar. Gelukkig, ja, gelukkig wel. Ze weten wel dat er heel veel dingen op stapel staan. Maar je merkt ook dat heel veel informatie niet goed doorkomt. Informatie uit de kranten ook. Die zijn vaak toch te moeilijk of gaan over meerdere terreinen. En mensen hebben daar problemen mee om dat naar zichzelf toe te trekken. Maar is de informatie dan helemaal niet te vinden? Die informatie, er is heel veel informatie te vinden. Maar ik denk dat je een pakket van 3 meter informatie kunt hebben, gestapeld. En de mensen komen daar heel vaak niet meer uit. En niet als het om hun eigen situatie gaat. Ja, en de gemeente, ik ben ervan overtuigd dat de gemeenteambtenaren aanstonds wel voldoende informatie zullen hebben en geven ook als de mensen daar naartoe komen. Maar voor hen is ook vaak, zijn ook vaak dingen nog niet duidelijk. Ja, en is het op dit moment ook moeilijk. Ja, want is het verhaal eigenlijk al duidelijk? Want die aanloop naar die decentralisaties toe, dat is al jaren. Ja. En zelfs voor een goed geïnformeerd, in ieder geval betrokken bij een politieke partij, maar goed geïnformeerde burger, is het nog steeds een lastig verhaal, toch? Ja, is het een heel lastig verhaal. Nou, kan je het altijd uitleggen? Je kunt het ook niet altijd uitleggen. En dat proberen we op dat moment ook nog niet. Dan gaan we echt zoeken voor de mensen van wat is er. Ik noem een voorbeeld. Iemand heeft een volledig invalide kind.
pleegt mantelzorg, hè, is de hele dag met zo'n kind bezig, gaat naar een, dagopvang, hè, soms naar een school ook. Ja, en die moet ergens ondergebracht worden. He, waar gaat dat gebeuren? Kan dat nog steeds in Leiderdorp? He, want daar heb je soms voorzieningen voor. He, of moeten we daarvoor naar een andere plaats? Mm-hmm. He, nou, instellingen als Chemiva, Activa, die zijn daar allemaal mee bezig. Ja, en die gaan bijvoorbeeld decentraliseren. He, of ook centraliseren. He, die gaan... Die dagopvang die er nu voor die mensen is, hè, naar bijvoorbeeld Voorschoten brengen. Ja, dat soort dingen. Hè, dat weten mensen nog niet, hè, maar er zijn geruchten, er zijn vragen over. Nou, en daar kunnen we in ieder geval iets mee doen. Hè. We gaan erachteraan, we gaan kijken. Hè, wat er wordt ook speelt. Teruggekoppeld? En er wordt teruggekoppeld. Ja, maar dat is altijd teruggekoppeld. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja, nee, is het ook is een soort van. Je zou ook kunnen bedenken dat. Aangezien er nog niet op elke vraag een antwoord is, dat het ook even een uitlaatklep is. Ja, ja. Mag je daar ook voor bellen? Ja, mag je ook bellen om te klagen? Zeker voor bellen. En dat zal zeker in de loop van deze eerste maanden nog wel gebeuren ook, heel veel. Ja. Hey, en jullie zijn het ombudsteam, jullie bestaan nu 3 jaar? Ja, 3 jaar. Vanaf mei 2011, dacht ik. Ja. Sinds deze week is de hulplijn voor vragen over de decentralisaties erbij gekomen. Ja. Maar je kan nog om meer dingen bellen. Eigenlijk om elk wissewasje dat er in Leiderdorp gebeurt, kan je bellen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, om elk wissewasje, ja. Zelfs om elk wissewasje. Er zijn mensen die klachten hebben omdat iemand van Groen... De afdeling Groen een vuilnisbak voor de deur heeft verzet. Van een perkje uit naar de deur. Nou, zomers komen daar vliegen op af. De mensen hebben daar last van. Ja, en krijgen geen gehoor bij die directie om dat te verzetten. Ja, nou, en daar kunnen wij er iets aan doen. Daar kunnen wij wat mee doen. Hè, via eventueel onze gemeenteraadsleden. Kijk nou eens of die bak toch niet naar de oude plaats terug kan in dat perk. Waardoor de mensen geen rommel meer voor de deur hebben. Maar ook het invullen van formulieren voor bijzondere bijstand. We vullen niet zelf de formulieren in, maar we geven wel aan hoe ze dat moeten doen, waar ze kunnen aanvragen en dat soort dingen. Belasting. Maar ik zou je toch zeggen dat op het moment dat je vragen hebt over hoe je een formulier invult, dat je naar de gemeente belt. En als je een probleem hebt waar je denkt, dan moet de politiek iets aan doen, dan ben je de raadslid. Ja, maar de ervaring is dat als mensen naar de gemeente bellen, ik heb het gisteravond nog, en ik heb het ook zelf aan de lijf ondervonden, dat als mensen naar de gemeente bellen, dat ze vaak niet teruggebeld worden met de informatie die ze moeten krijgen. Ja, en dan bellen ze 2 of 3 keer en dan zijn ze het zat. En dan komen ze bij ons. En je kan dus bellen over, in eerste instantie nu, over de decentralisaties. Ja. Over al het andere wat er speelt in Leiderdorp. En wat nummer moeten we dan draaien? De nummers die staan in een vast rubriekje in het Leiderdorp Weekblad. Ja. En we hebben hier het nummer 06 815 99224. Dat is 1 nummer, maar er zijn meerdere nummers. Nee, niet de hele dag. Nee, alleen s'avonds tussen 7 en 9. S'avonds tussen 7 en 9. Ja. En dan... Neemt de ombudsteam en op. Daarnaast kan ook via de mail ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl kunnen ook vragen worden gesteld. En dan zullen we ook contact met de mensen opnemen. Oké, Jan Rijks, bedankt dat je hier was. Hartstikke fijn, dankjewel. En dan wil ik onze overige gast nog even bedanken, Michael Rauwman. En tot zover deze uitzending van Politiek aan tafel. Maar dinsdag is er natuurlijk weer een cultuur aan tafel. En dan spreken we met PS Theater over PS Ontmoet. En Jan Sloof komt vertellen over zijn boek Voorschotense Verhalen. U bedankt voor het kijken en tot dinsdag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.